Hi guys, nou ja, welkom terug. Toen ik inlogde kreeg ik gelijk deze melding voor de introductievideo voor het verzorgen, want dat hebben ze nieuw gemaakt. Nou, ik ga die gewoon lekker doen. Ik heb niet genoeg water of voer in mijn inventory om de tips te herhalen. Paardenvoer koop je in de winkel en de emmers vul je door naar de put te slepen. Ik heb ook echt maar 4 water, maar dat zou genoeg moeten zijn, toch? Wacht, wel paardentaxi. Dan ga ik gewoon even wat voer ophalen, want ik had volgens mij nog best wel een hoop. Ja, ik heb al die tijd heb ik stalhulp gedaan. En ik moet ook überhaupt even weten. Hé, dat icoontje is nu ook hier weg. Dus je hebt inderdaad niet. Je kan ze dus blijkbaar echt overal verzorgen nu. Ik moet heel even mijn spelgeluid iets omhoog gooien. Oké, ja, en ik heb inderdaad toevallig. Kwam het zo uit dat ik geen stalhulp meer heb? Voorwerpen. Even kijken hoor, want ik heb nog zat eten voor die beestjes. Nou, en nemen we de watermeloen even mee. Als het goed is, zou dat ook genoeg, zou dat ook gewoon als eten kunnen. Ja, nou, en als het goed is, 4 water, dat moet gewoon genoeg zijn. Ik bedoel, als het goed is, drinken ze maar 1 emmer water leeg. Even kijken. Heb ik dan nu wel genoeg? En kan ik eventueel. Ik ga gewoon kijken of dat werkt. Oh, maar ik kan hem dus nou dus niet meer nog een keer doen. Wat is dit nou weer? Dat is jammer. Oké, maar volgens mij werkt het zo op het moment dat je afstapt. Als het goed is. Ah ja! Oh, oké. Paard leiden, bestijgen. Paard aaien. Hoeven krabben. Ah, vind je dat zo lekker? Bloe verder. Nou, dan gaan we hem water geven. Kijk, als het goed is heb je ergens een menu. Oh ja, hier staat stemming. Oh, en hij is sowieso nog verzorgd. Oké. Wat kunnen we hier nog meer mee? Nou, we kunnen hem dan zo borstelen. En dan. Je werkt dus ook echt niet meer met smileys. Wat is dit? Magical Boat. Oh, ze hebben ook dat menu aangepast. Dus waarschijnlijk. Want dat zag je voorheen ook niet. Maar hier staat dus nu een stukje. Dat ze blijkbaar een normale vacht hebben. En een magical coat. Dus een magisch vacht hebben. Oké. Nou, en dit is dan veranderd. Oh, hier staat ook bij hoeveel sneller die is. Dat is ook wel ideaal. Dus hij is gewoon 10% sneller als die helemaal volledig verzorgd is. Ja, oké. Ik snap hem. Oké. Nou, is dit voor mij nog steeds. Ik heb veel te veel paarden staan om dit bij elk paard nou te gaan doen. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk een beetje overdreven. Dus waarschijnlijk blijf ik gewoon stalhulp kopen. Want ik ben gewoon ontiegelijk lui. En nou staat mijn spelgeluid weer een beetje te hard staan. Hopsiekee, even wat naar beneden. Oké. Maar dat was het dus voor het paard verzorgen. Maar ik had de update al gelezen. En die zag er best wel groot uit. We hebben ook een vernieuwende doorgang naar Pandoria. Nou, en dan inderdaad kan je introductievideo kijken voor het verzorgen. Ja, dus een nieuwe doorgang van Pandoria. Dan moet ik even gaan kijken waar ze vandaag zitten. Volgens mij zit hij vandaag in de Stormgarden. Ergens achter een huis. Ik weet niet helemaal zeker. Oké, de Stormgarden. Die heeft volgens mij. Oh, er zijn Godlike Bunnies. Oh, sorry, ik was even afgeleid. Stormgarden heeft, als het goed is, zijn eigen trailer. Ja. Maar nu moet ik wel even gaan googlen wat precies de coördinaten zijn. Want dan zijn we echt de eeuwigheid bezig. En dan ben ik de eeuwigheid aan het zoeken. Pandora.
die ja, portal locations. Dus, waar zit hij vandaag? Vandaag is het donderdag en in de Old Storm Garden, behind the house. Op 75.300 ongeveer. Dan moet ik mijn kaart openen. Wacht. En dan ben ik natuurlijk mijn navigatie weer kwijt. Het gaat echt lekker vandaag, jongens. Oké, goed. Waar ben ik? Waar ben ik? Ik ben daar. Moet ik te verder? Ja, ik moet in ieder geval verder naar beneden. En dan moet ik verder naar rechts, denk ik, zou het zijn. Even kijken hoor, 91. Ergens die kant op. Twee. Oh, hier ergens moet hij zitten dan? Ik ben hier altijd de weg kwijt. Wat zei ik nou? 200 nog wat. Ook hier overheen? Nee, natuurlijk niet. Zit hij dan daar ergens bij dat huis? Ik ga gewoon even kijken. Wee! Oké. Oh, nou heb ik het gevoel dat ik gevangen zit. Nou ga ik veel te ver naar buiten. Dus nu moet ik weer terug die kant op. Moet ik dan naar beneden of moet ik weer terug naar boven? Ik moet terug naar boven. Ja, eigenlijk beneden officieel. Oh, zit hij hier ergens dan? Dat zou je bijna denken. Ja, hij moet hier ergens zitten. Zit hij achter dit huis? Poort nou. Ja, daar zit hij! We hebben een poort gevonden. Nou, dan gaan we daar doorheen. Oh, je krijgt inderdaad geen melding meer dat jij je starterspaard moet pakken. Dus dat betekent dus inderdaad dat je gewoon echt elk paard naar Pandoria kan. Eindelijk! Het heeft echt heel lang geduurd voordat ze dat gedaan hebben. Oh, zelfs ook... Ja, je dieren gaan ook mee. Oh. Dit gaat echt gigantisch fout. Ik ben hier ook echt altijd de weg kwijt in Pandoria. Ik vind dit nog steeds wel echt heel tof gedaan. Dat hebben ze echt heel tof gemaakt. Oké. Nou gaan we ook wel gelijk even kijken. Want dit is officieel een magisch paard met een magische vacht. Maar een clubgenootje, Jane, die zei al van... Goh, ik ben in Pandoria met een magisch paard, maar mijn paard wordt niet magisch. En dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Want... Oh jeetje, dit is echt lang geleden dat ik hier geweest ben. Dit is echt gewoon zuurstofroze. Maar ik raak hier ook gewoon echt altijd de weg kwijt. Maar Jane die zei dus, hij wordt niet... Hij wordt helemaal niet magisch. Aan de ene kant, het is helemaal niet logisch. Want die paarden, die hebben de Pandoriaanse magie. En daardoor worden hun magisch in niet bewoonde gebieden. Nou, volgens mij is dit naar mijn idee gewoon een onbewoond gebied. Maar dat betekent... Oh, ik loop de verkeerde tunnel in. Maar dat wordt dus... dat betekent dus dat we waarschijnlijk ook gewoon verstoppertje in Pandoria kunnen gaan doen. En dat wordt helemaal een drama. Want ik ben hier gewoon standaard weg kwijt. En ja, je hebt hier ook helemaal geen kaart. Kijk, want als je gewoon de kaart opent, dan zie je de gewone kaart van Jorvik. En nou, ik loop hier nu al heel even rond en hij wordt inderdaad niet magisch. Dus dat is wel jammer. Ik hoop dat ze dat in de toekomst nog wel gaan aanpassen. Aan de ene kant begrijp ik het ook wel dat dat er waarschijnlijk nog niet in zit. Omdat natuurlijk, normaliter kon je alleen maar je starterspaard hierheen. Ja, en die heeft maar één vacht. Dus ja, dan maakt het helemaal niet uit of dat ze dat in dit gebied niet ingesteld hebben. Ik hoop... Oh, ik val naar beneden. Ik hoop dat ze dat uiteindelijk nog wel gaan doen. Oh, boink. Ik wil gewoon daarop. Kan dat? Of kan dat niet? Oh ja, kan wel. Maar dat betekent dus dat je dus met elk paard tegenwoordig hierheen kan. Dat betekent dus dat je echt hele toffe foto's kan maken. Ik wilde die kersenbloesem, die Lustano, heb ik al die tijd al een keer mee willen nemen hier naartoe. Want die is natuurlijk ook roze. Met dat, ja. Dus ik denk dat dat wel een hele toffe foto gaat worden. En ja, ik ga nu gewoon simpelweg terug. Een keer terug naar de poort. Want anders blijf ik hier rondrennen. Dan vind ik zo meteen de weg niet meer terug. Want ja, het is ook bijna Valentijn.
En ja, dus ze hebben ook Valentijnswinkels. Er staat: we zijn bezig met leuke nieuwe onderdelen dit jaar die het evenement rond Valentijnsdag gaan vervangen. Maar dat betekent niet dat er geen zo. Dat betekent niet dat er geen speciale Valentijnswinkels op Jorvik zijn die leuke Valentijnsspullen verkopen. Neem beslist een kijkje in de winkels. Wat dacht je bijvoorbeeld van een schattige roze strikken voor je paard? De winkels blijven tot 24 februari open. Maar waar zijn die winkels? Oh wacht, dit lijkt een beetje op Moorland. Ik weet ook, ja, ze zullen vast wel bij Moorland en Fort Pinta in de buurt zitten. En misschien nog wel verder. Ik heb eigenlijk ook nog nooit Valentijn meegemaakt. Dus ik vind het eigenlijk wel jammer dat ze niet het oude evenement hebben. Want dan zal ik nooit weten hoe precies dat evenement is gegaan. Maar aan de andere kant, ik ben ook wel weer benieuwd naar het nieuwe stukje dan. Wat ze dan voor nieuwe evenementen rond Valentijn willen gaan doen. Oké, dan gaan we even terug. Kom op, paardje. Dit kunnen wij. Oh. Door die poort heen. De hond is lekker enthousiast, lekker herrie aan het maken. Die komt nou ook hier kijken. Hallo, boefje. Ga maar lekker slaapje doen. Dat doe je altijd. Oké. Er zat hier ergens een trailer. Kom op, paardje. We gaan naar de trailer. Want we moeten naar Moorland. En ik ga niet eerst naar langs. Weet dat waar? Langs Zuidroef om vervolgens naar Moorland te gaan. Want ik sta bijna naast een trailer hier. Nee, dat doen we gewoon een keer niet. Alleen, ik ben hem hier altijd kwijt. Oh, bij dat huis erboven zeker. Oké. Dat ging goed. Dan gaan we hierboven langs. Maar de update is dus eigenlijk een stuk groter dan ik had verwacht. Ik had eigenlijk alleen verwacht dat ze iets met de verzorging gingen doen. En helaas voor de mensen met veel paarden heeft het nog niet heel veel nut om dit bij elk paard te gaan doen. Dat vind ik persoonlijk wel jammer. Want als het goed is, is die nog niet in. Oh. Ik ga fout. Als het goed is die nog steeds niet in één dag helemaal happy. En dat is wel jammer, want het zou gewoon zo ontiegelijk tof zijn dat je bijvoorbeeld een paard pakt. Die hoef je te verzorgen en dan is die gewoon gelijk helemaal happy, helemaal blij. Dat zou het beste zijn. Aan de andere kant, ik snap ook wel dat ze dat niet doen, want anders wordt eigenlijk de stalhulp gewoon simpelweg overbodig. Dan gaan wij. Oh, ik moet vooruit. Ik ga wel even vanaf Fort Pinta lopen. En dan kunnen we altijd nog doorlopen naar Moorland. Volgens mij zit hij tussen Fort Pinta en Moorland in, die winkel. Dat tenminste wat ik op de afbeelding zag. Want ik denk eigenlijk ook niet dat ik ze op de kaart kan zien als tijdelijk evenementen. Oké, nou moet ik twee dingen tegelijk gaan doen. Dit wordt helemaal niks. Nee, alleen de mistval. Naar de ranger toe met de, naar mistval toe met de rangers. Zo. Even kijken naar mijn idee. Oh, plantje. Pak die ook even mee. Naar mijn idee dacht ik dat ik op de foto zag dat hij hier ergens stond. Nog verder terug. Nou, we moesten sowieso in Moorland wezen, want voor degene ja, die Lifetime gekocht hebben, daar krijgen we ook weer wat extra's. Staat er in de bonuswinkel en dat is in Moorland. Dus die ga ik sowieso ook even bekijken wat dat is. En die neem ik meestal ook gewoon mee, ook al belanden ze vaak ook gewoon bij mij in de kast. En daar doe ik er nooit wat mee. Waar is die Valentijnswinkel? Naar mijn idee zou die hier ergens moeten zijn. Had ik hem al lang tegen moeten komen. Gezien de afbeelding. Nou, dan beginnen we in de bonuswinkel. We beginnen gewoon daar even. Oh, er zitten zo. Oh, ik ben ook al een keer. Deze ben ik ooit ook een keer vergeten mee te nemen. Nou ja. Dit is dus een geborduurde.
Een jas met geborduurde Keltische motieven. Ik vind hem wel op zich wel grappig. Ik vind alleen jammer dat hij in het bruin is. Bruin is niet echt mijn kleur. Maar ik neem hem gewoon mee. En ja, weet je, op een of andere manier komt hij altijd toch nog wel weer van pas. Oh, zit die Valentijnswinkel hier? Oké. Okay. Hier zit dus blijkbaar de Valentijnswinkel. Dan heb ik de foto gewoon verkeerd gezien. Oh, dit is wel echt zuurstokroze. Oké, okay, zitten er nog leuke dingen in? Eens even kijken. Die truien zijn eigenlijk wel heel schattig. Die vind ik leuk. Hopsiekee. Die vind ik ook leuk. Oké, okay. Zitten er nog meer? Nou, die vind ik wat minder. Even kijken hoor. Zitten die hier nog? Wat is dit? Liefdesbriefjasje. Nee, die gaan we niet doen. Die is op zich ook wel leuk. Ach, als we toch bezig zijn met uitgeven, waarom niet? Oké, okay, betalen met Jorik shillingen. Ik heb geen idee hoeveel shilling ik nog over heb. Ah, die broek is ook wel leuk. Oké, okay, tot nu toe heb ik nog shillingen over. Nee, die broek vind ik niet leuk. Is er nog iets leuks voor op het hoofd? Nee, niet echt. Hooguit die. Nee, die vind ik ook niet zo leuk. Is er nog leuke handschoenen erbij? Nee, ook niet echt. Nog leuke laarzen. Oh, die zijn wel leuk. Ja, die doen we er ook gewoon bij. Hopsiekee. Oké. Okay. Wil ik een hartjesbril? Misschien in de toekomst nog een keer. Vind ik deze leuk. Die is wel cute. Maar ik heb geen shillingen meer. Dus waarschijnlijk ga ik hier gewoon even voor sparen weer. Want deze winkel blijft tot de update van 24 februari. Dus dat is volgens mij nog 2 weken of zo. Nou, in die 2 weken hoop ik dat ik weer genoeg getraind heb dat ik die paarden weer kan kopen. Dat ik genoeg Jorvik shillingen verdiend heb om hier wat meer verder te shoppen. Oh, maar die hartjes zijn ook cute. En die roosjes. Oh, ze hebben ook nieuwe bloemetjes. Althans, ze hebben bloemetjes. Ik ben gewoon gek op bloemetjes. Dat is mijn probleem. Ik ben gewoon helemaal gek op bloemetjes. Oké. Okay. Was dit de update? Nee, dit was nog niet de update. Want, als het goed is, kunnen we ook weer sterretjes verzamelen in de Wildwood. Als het goed is, dan moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Was dat die? Verzamelingen, ja. Hé, hey, we kunnen... Hoeveel sterren zijn dit? 6? We kunnen volgens mij 6 sterren weer gaan zoeken. Even kijken hoor, die staat er waarschijnlijk helemaal onderin. Oh, staat helemaal bovenin. Oepsie. Ik heb hem gemist blijkbaar. Even kijken hoor. 10, 7, 3, 9, 4. Hé, hey, waarom staat hij hier niet in? Of zit ik gewoon echt scheef te kijken? Nee, volgens mij niet. We kunnen sterren zoeken, maar het staat nog niet in onze verzameling. Maar dan weten we ook toch nooit welke we al gehad hebben, welke nog niet. Dat is helemaal niet handig. Nee. Nou, dat is vervelend. Dus je kan sterren zoeken, maar er staat nog niet in je... In je verzamelingen dat je die sterren kan vinden. Nee, hier zit ook niks meer in. De ezeltjes vangen, de verhalenbibliotheek, de herinnering van Catherine. Alle foto's, die zijn ook gemaakt, alle spinnen zijn gevangen. Bijna alle prestaties zijn gedaan. Personages heb ik denk ook iedereen. Ah nee, ik mis nog 5 personages. Maar, dus er zijn nieuwe sterren en dat zouden er ongeveer 6 moeten zijn. Dus ja, daar ga ik waarschijnlijk ook naar op zoek. En, maar dat ga ik niet in deze video doen, want het duurt veel te lang. Want ik kan er gerust 1 uur tot 2 uur mee bezig zijn. Maar wat ze volgende week verwachten. Sommige spelers hebben zich al in dit bosrijke wilde gebied gewaagd.
Als je toen niet mee kon op die avontuurlijke tocht, dan staat je nu iets geweldigs te wachten. Ik vraag mij af wat ze hiermee bedoelen. Betekent dat dat er een nieuw gebied? Nou, dat geloof ik niet. Ze hebben net een nieuw gebied uitgebracht. Maar dan geloof ik niet dat er iets van een nieuw gebied komt. Anders zouden ze dit hooguit zou vrijgespeeld kunnen worden. Maar dat lijkt me ook niet zo heel logisch. En dit... Nee, ze hebben net een nieuw gebied uitgebracht. Het heeft heel lang geduurd voordat ze volgend gebied deden. Dus dat geloof ik niet. Misschien is het meer een beetje vergelijkbaar met... dat je met de Rangers naar Mistval kan. Alleen dan kan je nu met de Rangers naar het Wilde Woud. Hoe denken jullie hierover? Wat denken jullie wat het is? Want ik persoonlijk weet het niet. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ideeën daarbij zijn. En nou ja, dit was het dus eigenlijk voor deze update. En ja, wat vonden jullie van de update? Ik persoonlijk vind het verzorgingssysteem... Ja, ik heb er niks aan. Maar ik kan me voorstellen op het moment dat jij nog niet zo heel veel paarden hebt... dat je ze dagelijks verzorgt... dan heb je er gewoon wel heel veel aan. Want dan is die gewoon sneller happy. Alleen op het moment dat je net zoals mij veel te veel paarden hebt, dan is het gewoon niet handig. Want dan ben je gewoon nog steeds een half uur tot een uur bezig om al die paarden van je te verzorgen. En ja, er zullen ook vast mensen zijn die het doen, maar ik ben er gewoon super te lui voor. Dat je nu met elk paard naar Pandoria kan, dat vind ik wel echt ontiegelijk tof. Ik vind het alleen jammer dat ze daar nog geen magische wacht hebben. Dus ik hoop dat ze dat nog gaan aanpassen. Ja, dus dat vind ik persoonlijk het meest leuke aan deze update. En ik had het ook gewoon echt absoluut niet aanzien komen. Dus dat, ja, Star Stable, je hebt me echt gewoon positief verrast. En, ja. Verder wil ik jullie nog gewoon een hele fijne dag wensen. En mocht je de video leuk vinden, geef even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd en je wil meer zien, vergeet dan ook niet te abonneren. En ja, verder nog een hele fijne dag toegewenst.